Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft voor de derde keer gronddocumenten uitgereikt aan bewoners van het district Vanica. Het ministerie werkt hard aan het inlopen van de achterstanden die er zijn. Onderdeel van het regeerbeleid is de samenleving te geven waarop ze recht heeft. Mijn mensen, als we vandaag 750 grondpapieren overhandigd krijgen, dan wil dat ook zeggen dat de DC 750 adviezen heeft gemaakt. Dan wil dat ook zeggen dat de bestuursdienst minimaal 750 keren op het veld is geweest. Omdat u kunt niet zomaar iets voor de minister sturen. Een advies is niet zomaar. U moet naar het veld gaan. Want het commissariaat is één werkarm. Maar de minister heeft ook andere werkarmen. Bijvoorbeeld grondinspectie. En het ministerie wordt ook modern. Ik kan niet zomaar iets schrijven. Want de minister kan via internet zelf checken als de DC ligt of de DC iets verkeerd zegt. Dat wil zeggen dat het secuur werk is en dat wil zeggen dat het heel vaak heel veel tijd in beslag neemt om de adviezen te formuleren, om alles compleet te maken. Mijn mensen, wij hebben het werk gedaan, maar onze normale werkzaamheden, dat hebben we ook gedaan. De honderden vermakelijkheidsvergunningen, de honderden onderhoud die we moesten doen, de bermen die we constant moeten schoonmaken. Ondanks dat werk hebben we toch ervoor gezorgd dat we de adviezen voor de minister hebben gestuurd binnen een jaar tijd van anderhalf jaar. Want Wanica Noordwest bestaat ongeveer anderhalf jaar. En toch zijn er mensen die vinden dat we leeghoofden zijn. Maar dat laten we ons niet van het goede werk afschrikken. We doen en we gaan voor het werk. Ik feliciteer u allen en wens u een fijne avond verder. Dank u wel. Brarasa, me bari wa shuit odi. En bij wat Chakona Fesi, drie belangrijke zaken. Drie zeer belangrijke zaken. Wat verplichting, wat belofte en wat geduld. Wat verplichting omdat te je stem voor de regering, voor Roko, Gomorra Fara in Akondre. Dat is het een verplichting die bij wet is vastgelegd, maar ook een morele verplichting van de regering, in het bijzonder het ministerie van ROGB, voor zit a pistorie van agrong in a kondregio. Voor zorgo dat a pispapira sa jo fin dadelijk a grondbeschikking lik van usabi, zit kon giyu direct Chiefi en ook de kinderen van uw kinderen straks. En dat doen we nog vara. Wat verplichting voor zitkom. Een stukje bestaanszekerheid die u en uw kinderen en kindskinderen. Een stukje welvaart. Zal je mijn regel, de regering een regel, dat te je abagron papira, je kan zet kon, wat je lening, en dat ik me stimuleer, dat ik moet ik wel lening, maar geef zekerheid, een bank of arkeo, de tram of arkeo, dat na pis papira zou je vinden. Dat is het gewicht van die grondbeschikking. Dat na verplichting zijn regering die zit kon onder leiding van president Desiree Delano Bouterse. En apota minister, wat in wan omandu alasani, de apota minister voor Duaroko. En we merken dat hij waka. Wat belofte. 2010
regering Trian onder leiding van Desiree Delano Bouterse en Joep Potting. Joep Sorgo, dat ligt ja naar het stembureau in Wakakong in stem en daar regering vorm. En dan beloof je dat het probleem zal bedenken. En of die idee, maar tientallen, honderden jaren in het land waar mensen heen zijn gegaan, maar nooit de mannetjes op pispapieren, dat kan groeien dit op de manning. Mensen die 80, 70 jaar oud zijn en nog steeds die zekerheid niet hadden. Dat was Sari Tori. Amma pramis unu, en amma sorgu taka piste amma kos doi na regering, amma kisa machti, fuseta kondre kong, da amma sete kong samen na yu. Ano ewang, yu ook to ondersteun, fuseta pistori disi. Een belofte, die heeft ingelost. Vanaf 2010, en tide uda 2018 ba. Tweede periode, regering Bouterse. Geduld is een schone zaak. Geduld omdat jou lek lieb sma, jou lek sernamang, jou lek paalama, jou lek ching voor akondre agron tapudisi. Jou sorgo tak jou hoor jou srefi. Jou sorgo tak jou hoor jou gesin. Zet ap historie diskom. Dat na geduld. Dat de trauma bij eisvi. En een regering die zit in Congo. Een verplichting. Het staat in de wet. If je leest in je shitak, wie soort regering kan machten, wie soort minister de maat moet drapen, aan zorgen dat je papieren moest doen. Maar dat van Adoro. Adoro pas vanaf 2010 en nu dat 2018 ba. En we still going strong. Dat zit u zelf. En de heren van het dorp zei, bijna in een attacking, maar soms had je van oude attacking minister. Dan maar lopen, pak, 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 pak. Tak dit niet doe, dat niet doe, te mi kon dat moet doen. Wel, te de man bede, sa de man doe. De DC heeft net gezegd, de inspanningen die worden gepleegd. Met alle plezier. Wat is een job die wij op ons hebben genomen? Dat we pak pak om duwaroko. Anders moet je plaats maken. En uiteindelijk hebben ze plaats moeten maken. Voor verandering. Voor vooruitgang. Voor een stukje ontwikkeling. Niet voor die regering. Niet voor het land alleen. Maar specifiek binnen uw gezin. Want dat is papieren die is. Al waarde zijn abi. Te landmeter kong. Te takangomang. Te guabangi. Dat Yoshi sana een gewicht. Wat is moeder aarde? Wat something, ik kan doen saiwan yang lain aan ik klagen. Ik kan dong, ik kan juku, ik kan... Maar je moet het toch met respect behandelen. A regering is een sorgo. Dat je organiseer je aan je gezin, aan je familie, rondom het belang van je abi. Agrong na een stukje belang is van u. Galanti giu. Jum zit in Komorofara. En nog anders gaat de waarde. Een waarde biji. Want je ghar me goed poet rehe. Jameen ke baare me. To chain se na soet payo. Jab lurken onderling als kinderen hun recht van bestaan beginnen te zoeken bij moeder en vader, dan is het niet makkelijk. Dat is voor u opgelost. Wat probleem en of no. U kunt dat veel beter, of u kent dat veel beter dan wie dan ook hier. Omdat het u is die het heeft moeten incasseren. Maar geduld heeft u zo ver gebracht. Geduld heeft u zo ver gebracht. Mensen, een regering die ze het doet moeite voor je kan kiezen je grondpapieren. Ten niet tegen dat we aanvraag de voor 75 naar 80. Dan een regering die is best doen.
Maar een regering is geen aan papieren. Dus dankzij een regering die zie je kies je grond papieren. En nog maar vergeet dat die. Ik wil verstaan hoe alles maar die de naga op papieren. En nog vergeet die hoe je schrijven in tegen zo'n bereidsverklaring. Go make one land meter. Make you kaart aan je. Pay a money naar na centrale bank. En dat is een tutorial, zodat je kan maken je eigen ozo, die je, naar je vrouw, naar je ting, met dat je grant aan je.